Komt-ie aan, hoor maar. Kom maar, iets halen. Kom maar, laat die billen maar eens even schudden. En die knieën maar eens even soepel. Vijf uur lang op de fiets, spinning en RPM. Een stevige inspanning voor een goed doel. Als ik zie hoe ze zich uitsloven, dan denk ik, jeetje, dit is keihard werken. Het goede doel waar de opbrengst naartoe gaat, is Stichting Leergeld. Zij zijn maar wat blij met de extra inkomsten. Stichting Leergeld is een stichting die geld bij elkaar verzamelt, bedelt, scharrelt om in die gezinnen waar er onvoldoende geld is om kinderen met een schoolreisje mee te laten gaan of te laten sporten of muziekles te laten volgen, tekenles, dat vergoed en daar het lesgeld en eventuele kleding voor betaalt. Maar dat kan ook de fiets zijn, dat kan ook een computer zijn als ze naar de middelbare school gaan. Health City heeft al vaker acties en geldinzamelingen op touw gezet, maar deze keer werd expliciet gekozen voor een lokaal doel. Samen met Rian wist Tom Bos de marathon tot een succes te maken. Tom Bos is lid bij Health City Nuenen en hij kwam met het idee om voor Stichting Leergeld geld op te gaan halen. Dus hij voelde zich meteen betrokken om ons te helpen daarmee. Dus dat vinden we heel erg leuk. Vooral ook omdat het uit een lid komt en niet vanuit het personeel zelf. Een sportschool zou geen sportschool zijn als er voor zo'n actie niet gekozen zou worden voor een stevige fysieke inspanning. We hebben 5 uur lang spinning en RPM gedaan. We hebben 55 minuten gefietst elke keer. Dan zijn we 5 minuten van onze fiets afgegaan om even te eten, te drinken, schone kleren aan te trekken. En daarna weer 55 minuten opvolgend. En dan 5 uur achter elkaar eigenlijk. En afwisselen met de verschillende muziekstijlen en verschillende oefeningen op de fiets. Naast de fysieke inspanning brachten andere inspanningen van Tom ook nog extra opbrengsten op. Ton heeft verschillende bedrijven benaderd om te sponsoren. Daar hebben we €1200 mee opgehaald. En we hebben aan de deelnemende leden hebben wij inschrijfgeld van €12,50 per fiets gevraagd. En dat alles in totaal bedrag, ja, dat moet nog even uitgerekend worden wat we op hebben gehaald. Maar zo zijn we in ieder geval aan het sponsorgeld gekomen. De uiteindelijke opbrengst was €1700. Een mooi bedrag dat Stichting Leergeld goed kan gebruiken. Omdat we de afgelopen jaren per jaar ongeveer een hoog bedrag nodig hadden. En dat is door de bezuinigingen een stuk minder geworden. Nou, dat betekent dat we veel meer en actiever heel blij zijn met het accepteren van sponsoracties. Voor een deel of algemeen. Dat kan alle kanten uit. We zijn blij met elke cent die we binnenkrijgen. We zien er nog 1 keer. We zijn er weer bij. En dat is prima. Waarom heeft u meegedaan aan deze marathon? Ja, het is een uitdaging natuurlijk, 5 uur op zo'n fiets zitten. Kijken of het gestel het goed volhoudt natuurlijk. Nee, ik hou wel een beetje van uitdaging. Ik heb ook half marathon gelopen en toen vroeg mijn vriendin van, doe je mee met de spinmarathon? En denk ik, nou goed, uitdaging, leuk, ga ik proberen. Als het volgend jaar weer is, doet u weer mee? Ongetwijfeld. Hey, kijk, goed gedaan.